Banjo Town. Hallo mensen van Banjo Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's avonturen. Ik ben vandaag op de perslunch van de Jonge Garde, een nieuw programma op Disney Channels. En ik ga vandaag speeddaten met deze prachtige mensen hier achter me. Ik ben een beetje laat en het hele idee is speeddaten en speedeten. Dus de eerste gang die staat daar nu een beetje weg te rotten, maar interviews en dingen. Interviews en eten. Sunshine, chase those clouds away. I know you're gonna brighten up the day with love. When you shine up above, beams guide me on my way. Let your subtle glow be all I need to know that I'm in love. Hier is momenteel mijn tafeltje. Ik zit hier met twee van de hoofdrolspelers in de serie, van de volwassen hoofdrolspelers. Ik ben Roos Exo en ik speel mevrouw Mastour, dat is de directrice van het kookinstituut. Stel, wij zouden samen op date gaan. Ja. Wat zou je dan voor me koken? Ik zou beginnen... Ik hou niet zo van groenten. Je houdt niet van groenten? Maar vlees. Oh, ja, dat is best lastig, want dat maak ik niet. Maar... Ben je vegetarisch? Nee, ik eet geen vlees. Je eet gewoon geen vlees? Ja. Dus ik ben niet vegetarisch. Dat is wat anders, want ik eet wel vis. Oh, ja, ja, precies, ja. Dus ik denk dat ik dan, als ik weet dat je niet zo van groenten, zou ik eerst beginnen met wat lekkere garnaaltjes misschien. Garnaaltjes zijn wel heel lekker. En dan ga ik daarna toch misschien een Marokkaans gerecht voor je maken en waarin je het vlees absoluut niet mist. Komt helemaal goed. Wanneer gaan we? Wel. Bij jou of bij mij? Nou, laten we dat maar bij mij doen, want dan heb ik mijn eigen keuken. Ja, ik woon ook bij mijn moeder. Welkom bij Rick's Food Reviews. Vandaag review ik soep in een wijnglas. Ik heb gehoord dat er pompoen in zit en sinaasappel, want dat zijn natuurlijke vrienden van elkaar. Want ze zijn allebei oranje. Dat is mijn logica. Dat is heel apart. Oké, okay, kan je misschien iets vertellen over het karakter dat je speelt in de serie? Ja, Thomas is een koppengaard. Men denkt dat hem alles beter weet en alles beter kan. Maar hij staat wel altijd klaar voor zijn vrienden. Dat. Is je karakter dan ook echt Belgisch of dat niet? Speel je dan opeens Nederlands? Gewoon mijn eigen Vlaams, Belgisch, ja. Doen ze daar nog mee in de serie, als in waarom je Vlaams praat? Hoe bedoelt u? Nou, zeg maar, je bent in de serie speelt af in Nederland. Dus wordt dan nog uitgelegd waarom jij er bent? Nee. Ik heb ook wel een fase gehad dat ik roze droeg, maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Wil je dat buiten opnames om ook roze te dragen? Ik maak zeg maar een statement. Draag wat je wil en weet wie je wilt zijn. Dus je wilt graag roze zijn? Nee. Deze man. Wat is je lievelingsvlees? Is het kip? Ja. Het meest veelzijdige stukje vlees. Kip. Ik ben Rens. Ik ben Giel, maar ik speel Rens. Snap ik het al niet meer. Ik speel Rens, leraar Rens. Dat is een beetje de hippe docent. De docent die dichtst bij de jongen staat. Rens is vooral bezig met nieuwerwets koken. Vooral lol maken tijdens het experimenteren en het koken. Oké, en heb je nog een voorbeeldje van gekke dingen? Op een aparte manier je gerecht bereiden door... Naakt, bijvoorbeeld. Nee, niet naakt. Nee, helaas. Zo gek gaan we niet. Maar wel bijvoorbeeld? Nou ja, moleculair koken. Dat vind ik leuk, Stikstof, stikstof. Nou, dat is een beetje jouw straatje, toch? Een beetje scheikundig. Stel, wij twee, hè? Jij en ik. Ja. Gaan samen op date. Ja. Wat zou je dan voor me koken? Wat ik voor jou zou koken? Nou, ik heb gehoord dat je... Je wil me verleiden, een soort liefdesgerecht. Oi. Ik ga een heerlijke risotto maken. Heerlijke risotto, ja. Ja, een heerlijke risotto met champignons en met lambsrack, want je houdt van vlees, dat is wat je net vond. Ja, ja. En doen we er ook een wijntje bij dan? Ik ben zelf niet zo van de wijn, maar ik kan jou wel een wijn serveren, als je wil. Gewoon heel veel drank erbij. Ja, ik ben niet zo van de drank. Jij klinkt heel suf, maar... Dat is een hele saaie date. Nee, want ik kan ook genieten zonder drank. Maar ik ga een heerlijke rode wijn voor je... Maken? Maken? Nee, niet maken. Nee, uitzoeken. Ik kan geen wijn brouwen, nee. Ik dacht dat je van het koken was. Kun je ook een wijntje maken, toch? Het is alleen maar druiven. Ja, luister, laten we het even omdraaien. Als jij voor mij zou koken, zou jij wijn voor mij gaan maken? Ik gooi een magatronpizza voor je erin. Mag je hem zelf uitzoeken? Ik hoorde dus net van je dat je vegetariër bent. Ja. Waarom? Ik ben het geworden toen ik 12 was, dus dat is al... Domme keuze toen al. Tiener doe je soms domme dingen, dat kan gebeuren. Voilà. Heel domme dingen, maar mijn vegetariër zijnde was toch voor mij niet zo dom. Ik heb dat toen gedaan voor het dierenleed. Maar als jij vlees wil eten, dan mag dat van mij. Ja, ik heb dus net 3 gerechten gehad zonder vlees en ik ben al helemaal chagrijnig ondertussen. Ik heb toch het gevoel, alsof omdat jij vegetarisch bent, alsof ik in één keer geen vlees meer krijg. Tot nu toe vraag ik iedereen iets te vertellen over hun karakter. Dus ik ga jou vragen, vertel iets over niet je karakter. Niet mijn karakter. Vertel iets over je karakter door tegenovergesteld te zeggen van wat je karakter is. Waarom je dat is? In dat geval is mijn karakter... Vrouw? Toch een man? Dan moet je even gaan kijken, hè? Als tegenovergestelde van Eddie, dan
is Eddie een vrouw en dan is Eddie ontzettend asociaal en niet zorgzaam. Ontzettend chaotisch en houdt hij de boel niet draaiende. Klinkt wel als een vrouwtje voor mij, die Eddie. Dames en heren, dit was het toetje. Zoals je kan zien is hij een beetje op. Er zat heel veel chocola in en kersen en watermeloen. Het was een feestje in mijn mond. En ik was uitgenodigd. Dat was de review. Ik ben Rick. Ik speel Rick. En mijn lievelingsgerecht is... pizza. Ha, wat origineel. Oké, het zit dus zo. De tijd voor de double dates waren op. En deze drie dames wilden heel graag allemaal eventjes met Rick praten. Ik dacht, weet je wat, we regelen wat. We doen gewoon een Rick. Drie dames tegelijk en dan neem ik de leukste mee naar huis. Motivatiespeech. Motivatie van wat? Voor daten met Rick. Oh, ja. Waarom ben jij de ware? Ik ben heel erg fan van... Rick? Van Rick. Ik ben heel erg fan van Rick en ik wil graag mee naar huis met hem. Ik wil mee naar huis met Rick. Ja. Dus wat is jouw verhaal? Ik wil eigenlijk niet mee met Rick, dus ik heb geen verhaal. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's avonturen. Ik heb geprobeerd een date te scoren, maar ik ga toch gewoon weer alleen naar huis. Want ik realiseerde me dat ik al een vriendin heb. Dus ja. Dankjewel voor het kijken. Het programma komt. Ja, maar dan maak je het moeilijk. Maandag tot en met donderdag. Op Disney Channel. 26 oktober, maandag tot donderdag, Disney Channel. Doe even een duimpje omhoog, dan mogen we vaker gratis komen lunchen. Dankjewel voor het kijken. Doei!